Een trap schilderen of een trap bekleden met vloerbedekking? Wat kun je het beste doen? Nou, in deze aflevering ga ik je daar wat meer over vertellen. Dus ben je benieuwd naar deze aflevering? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal zul jij leuke schildertips ontvangen om als doe-het-zelf het voor elkaar te krijgen. Dus ben jij nog geen abonnee van mijn kanaal? Abonneer hieronder dan op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen schildertip hoeft te missen. Veel mensen vragen naar mij, wat is nou het beste om te doen? Een trap bekleden of vloerbedekking op aanbrengen? En als ik hem ga schilderen, wat moet ik dan doen om hem voor elkaar te krijgen om te gaan schilderen? Nou, ik ga je in deze aflevering enkele aanwijzingen geven van wat kun je doen als je een trap gaat schilderen? Of als je de keuze maakt om hem te laten bekleden, waar moet je dan even op letten? Al deze vragen ga ik je in dit filmpje laten zien. En ik ga je even het eindresultaat laten zien, hoe het is geworden. Nadat we de vorige keer de lijmresten hebben verwijderd van de trap. En jou verteld heb dat deze trap bekleed zou worden. Maar de zijkanten zouden geschilderd worden. Dus dat ga ik je vandaag laten zien. Ondertussen kun jij hieronder op het gele icoontje drukken om te abonneren. Moet je de trap nou schilderen of met vloerbedekking bekleden? Nou, dat is in ieder geval een keuze die jij zelf moet maken. Als je ervoor kiest om de trap te schilderen, dan heb je natuurlijk het werk om alle lijmresten te verwijderen. Nou, hierboven in de YouTube-kaart heb ik een filmpje waarin je alle lijmresten kunt verwijderen. Hoe je dat moet doen en hoe je dat handig kunt doen. En daarna, als je dat voor elkaar hebt, dan kun jij natuurlijk die trap zelf schilderen. Nou, het zelf schilderen, dat is iets wat je zelf in de hand hebt. Maar een trap bekleden, dat is toch alweer een vak apart. En dan moet je dus de overweging maken, kan ik zelf die trap schilderen? En wil ik die tijd daarin investeren? Of wil ik het bekleden? Nou, het bekleden moet je ongeveer denken dat je tussen de 500 à 600 euro, misschien 450 euro, per trap kwijt bent. En dat is alleen maar de arbeid die je daarin hebt. Even losstaand van de vloerbedekking die je natuurlijk wil gebruiken. Heb je nou meerdere trappen, ja, dan is het misschien wel rendabel om het zelf te schilderen als je een beetje vakkundig daarin bent. En soms leent een project zich gewoon niet uit om een trap te bekleden. Ja, en dan is het mooi als je hem zelf kunt schilderen. Aan de andere kant vind ik het ook hartstikke mooi als een trap mooi bekleed is. En dan hoef je dus misschien alleen maar de bomen, de zijkanten, te gaan schilderen. En dan laat je de rest van de trapoploop gewoon bekleden. Wil je een trap laten bekleden? Dan geef ik je wel het advies mee om de zijkanten al van tevoren te hebben geschilderd. Dat je echt alleen maar het bekleden als laatste deel van het schilderwerk of van het totale project laat doen. En misschien is het handig voor jezelf dat je van tevoren even de treden allemaal naloopt of er geen dikke stukken op zitten. Want vaak met het bekleden gaan ze er weer nieuwe lijm op spuiten en misschien zit daar nog iets onder wat een verdikking geeft. Dus als jij secuur bent in je traptreden een beetje te reinigen en zorgen dat die in ieder geval de grove delen eraf zijn, dan zul je ook straks een mooi resultaat krijgen als er een nieuwe bekleding op gaat komen. Nou, het bekleden van trappen, dat doe ik persoonlijk niet, dus dat zul je moeten laten doen. Wil je een trap schilderen? Ja, dan kun je natuurlijk mijn tips gaan volgen. Want op den duur gaan we ook trappen schilderen. En ik heb je natuurlijk de vorige keer laten zien hoe je de lijmresten van een trap kunt verwijderen. Dus ga dat filmpje bekijken als je overweegt om een trap te gaan schilderen. Thank you.
hoop dat je het eindresultaat mooi vond en ik ben wel benieuwd van jou. Wat zou jij doen? Zou je een trap laten bekleden of zou je een trap toch zelf schilderen? Laat me dat even weten hieronder in een reactie. En misschien heb je ooit een trap laten bekleden. Wat heb je daarvoor betaald? Laat me weten in een reactie, zodat ook de andere kijkers weten van hey, wat zal ik overwegen om te gaan doen? Nou, misschien vind je deze tips gewoon leuk en wil je geen fouten maken in je schilderwerk, zorg dan dat je op mijn kanaal abonneert hieronder. En druk even op zo'n duimpje als je deze tips leuk vindt. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.